Goedendag, fijn dat u kijkt naar VOS TV. Zoals u ondertussen weet bestaan we 30 jaar en dat vieren we onder andere met een terugblik naar programma's die we eerder op tv brachten. Een van de mooie reportages die gemaakt werd door Jan Laurijsen, dat was eigenlijk onze Nestor van de hele tv-afdeling, was het levend monument Borkel en Schaft. Een reportage over alles wat u maar moet weten over Borkel en Schaft. We gaan deze nu voor u herhalen. Het dorp Borkel had rond 1400 een eigen kapel. Te midden van barre heide en moerassen werd deze, gewijd aan de heilige Antonius Abt, gesticht. Later werd de kapel leeggehaald en gesloten omdat het de Rooms-Katholieken na 1648 verboden werd in het openbaar godsdienstoefeningen te houden. Hierdoor ontstonden toen de zogenaamde schuurkerken. Het kapellerpad herinnert er echter aan, evenals de naam van de buurt die nog wordt aangeduid als kapel. Hier ook vinden we nog een stukje van het oude pad. Langs de boerderij van Frans Lemkes herinnert een bordje aan de vroegere kapel. Hier stond ze ook vlakbij. Wij staan hier op de plaats waar vroeger de kerk van de schuurkerk van heilige Antonius Abt gestaan heeft. Dat is 150 jaar geleden. Heilige Antonius Abt was de beschermheilige van die schuurkerk. En deze beeld is mij geschonken door een paar vrouwen die dat heel interessant vonden om dat weer in ere te herstellen. En het ligt bij de familie Molin de bedoeling om hier opnieuw een klein kapelletje te bouwen met een groter beeld van de heilige Antonius Abt. De kapel van Schaft is van rond 1500. Sint-Petrus Bande is de heilige waarnaar ze genoemd is. Na de Vrede van Münster kwamen ook de inwoners van Schaft bijeen in een schuurkerk. Een tijd lang stonden er in Schaft twee kerken, de kapel en de schuurkerk. Deze moet ongeveer hebben gestaan bij de ingang van houtindustrie Baken. In 1816 werd de kapel gesloopt en tot reparatie van de schuurkerk gebruikt. Het oude pad naar het kerkhof aan de overzijde van de weg is nog duidelijk herkenbaar. De begraafplaats, gelegen op de plaats waar de kapel had gestaan, was veel groter dan die van Borkel, doordat de kapel al was gesloopt en men in Schaft veel eerder zijn doden mocht begraven. De contouren van de vroegere begraafplaats zijn nog duidelijk te zien. De kapel van Borkel werd 30 jaar na die van Schaft afgebroken in 1846. Na veel strijd werd er voor beide dorpen een nieuwe kerk gebouwd. In september 1840 werd Gerardus Dobbelsteen tot bouwpastoor benoemd. Hij begon zijn studie theologie nadat hij weduwnaar geworden was. Uit het huwelijk waren van de vier kinderen slechts de zonen Johan en Adrie nog in leven. Gerardus werd in 1828 tot priester gewijd. Ook zijn zonen kozen voor het priesterschap. Bekend is het verhaal van vader Dobbelsteen die tijdens de mis geassisteerd werd door zijn twee zonen. Op 15 juli 1845 werd de nieuwgebouwde kerk ingezegend en toegewijd aan de heilige Servatius. Het uiterlijk van de kerk was eenvoudig. In 1890 werd de toren verhoogd ten behoeve van nieuwe klokken. Onder leiding van pastoor Van den Biggelaar vond in 1923 een ingrijpende verbouwing plaats. Het belangrijkste motief was dat de kerk te klein was geworden. Hoe het geheel eruit moest gaan zien, geeft deze bouwtekening uit 1923 duidelijk weer. De kerk werd verlengd door de bestaande pastorie bij de kerk te trekken en een nieuw dwarsschip werd aangebracht. De kerk en de nieuwgebouwde pastorie zijn twee afzonderlijke gebouwen die onderling toch verbonden zijn. Met de bouw van de Sint-Servatiuskerk deed de modernere tijd zijn intrede in de dorpen. De Sint-Servatiuskerk met de daaraan gelegen kerkhof is gezichtsbepalend voor de kern van het dorp.
Het kerkhof dateert uit 1845. In 1875 werd het uitgebreid, evenals onlangs in 1995. Het onderhoud van het kerkhof is in goede handen bij Koen de Krom. Gelijk vroeger groeit in Borkland schaft het koren en wacht het graan erop om gedorst te worden. Wat dat betreft is er niets veranderd. Nog steeds moet het koren worden gemaaid en het graan gedorst. Nog steeds moet er hard worden gewerkt. Alleen de manier waarop is anders. Tegenwoordig gebeurt bijna alles machinaal. Laten we nog eens kijken hoe het vroeger was. De boeren op de schrale zandgronden moesten hard werken voor zichzelf en hun meestal kinderrijke gezinnen. Met aardappelrooien bijvoorbeeld was het zogenaamde burenplicht om elkaar te helpen. En meestal werd in de rusttijd de zeis gehaard ofwel geslepen om zodoende geen kostbare tijd te verliezen. Maaien deed men met de zicht- en pikhaak en schoven binden met de hand, wat erg zwaar werk was. Omstreeks 1900 gingen veel boeren over op potstallen. Dit waren stallen waar de mest laag op laag bleef liggen met daarop het vee. Later werd de mest dan uitgereden op het land om zo de grond te verbeteren. Duidelijk is te zien dat de bovenste lagen donkerder zijn door de mest uit de potstal. In 1870 kwam het kunstmest op de markt, wat een hele verandering teweegbracht. Omdat de landbouw de voornaamste bron van inkomsten was en er met handploeg of paard en ploeg gewerkt werd, bood de Raad van Adel aan Borkland Schaft in 1818 een schild aan van blauw lazuur met daarop een gouden ploeg. Over de brug vinden we in Schaft de zogenaamde beekklei. Al in de 18e eeuw spraken Franse kaarten over Schaft met zijn beekklei. Heden ten dagen nog vinden we er veel weiland ten behoeve van de melkveebedrijven. Schaft groeide langzamer dan Borkel. In 1791 telde Schaft 198 inwoners. Borkel daarentegen had al in 1791 250 inwoners. In 1894 liet burgemeester Van Hout een kleine boterfabriek bouwen om de boeren die met hun boter en melk geen raad wisten, te hulp te komen. De fabriek werd genoemd de Coöperatieve Roomboterfabriek. In 1916 kwam er een voor die tijd modernere fabriek met de naam De Nijverheid. De heer Van Poppel redde de uit 1916 daterende eerste steen. Nu heet de oude boterfabriek De Horst en is er een zaak in modelspoorbanen gevestigd. Werd vroeger elke koe met de hand gemolken, tegenwoordig is ook dit gemechaniseerd. Gerard Schellekes op het Wolfsven bijvoorbeeld melkt per keer 16 koeien mechanisch. We lopen eens bij hem binnen en vragen hem om tekst en uitleg. Dan halen we het droog voor. En dan gaan we naar de seconde. Thank you.
16 omgangen. Dan wacht ik op een hele rij van 8 leken. En als die leeg zijn, dan spreek ik die tegen papieringen. En dan kunnen ze trekken en dan komen de nieuwe. Ik controleer de flessen altijd er genoeg in zit. En zo doe ik dat 6 keer op. Dan ben ik aan de 6 leken. Dan ben ik klaar. Alles dit per keer uitgezonden worden. Eén keer van meer, de andere keer van minder. Maar gemiddeld een paar minuten. Tegen uitontsteking, tegen bacteriën, om gezonde melk af te leveren aan het publiek. Dat doen we elke dag 2 keer. Elke koek. Dat gezondheid en hygiëne belangrijk zijn, snappen we allemaal. Velen zullen weten van de ramp die zich voltrok in 1915, toen in Borkelen schaft mond- en klauwzeer uitbrak. 29 veehouders moesten met ledenogen toezien hoe hun vee werd onteigend en het vlees onder toezicht van een controleur werd verkocht in een hooischuur. De meeste boeren waren voor de schade niet verzekerd. Om in de menselijke behoeften te voorzien, was het boerenleven in vroegere tijd belangrijk, maar ook erg zwaar. Het korenmaaien deed men toen nog allemaal met de hand. Het graan werd tot 1867 naar de Venbergse molen gebracht. Toen besloot Theodorus van Driel een windgraanmolen te bouwen op de Borkelse heide. Hierdoor bespaarden de boeren veel tijd. Ook het machinaal maaien en binden vanaf 1950 was tijdbesparend. Per vrachtauto ging het graan naar de molen waar het werd gemalen tot meel of veevoeder. 8 eigenaren heeft de molen gekend voordat de laatste, Pierre Vosse, haar in 1976 buiten werking stelde. Na 108 jaren te hebben gedraaid stond de molen stil. In 1993 werd de molen via dochter Carla Vossen overgedragen aan de gemeente Valkenswaard. Zijn vader heeft de molen op het dier gezet, maar omdat zijn gezondheid het niet toelaat, heeft hij mij gevraagd het van hem over te nemen. Velen onder u zullen zich afvragen waarom een molenaar zijn molen verkoopt. Vroeger was het namelijk een goede kostwinning. Tegenwoordig echter moet men het meer als een hobby zien. Weliswaar een dure hobby, want om een molen goed te onderhouden is eigenlijk niet meer op te brengen. Na 30 jaar eigenaar geweest te zijn, heb ik de molen aan de gemeente Valkenswaard overgedragen. Zij verzochten mij reeds enige tijd geleden, na de restauratie, om weer met de molen te gaan draaien. Echter laat mijn gezondheid dit nog niet toe. De gemeente heeft Frans Hagenaars uit Leenen bereid gevonden dit van mij over te nemen. En ik zal hem, indien nodig, met raad en daad daarin bijstaan. Ik hoop dat ik in de toekomst ook weer kan gaan draaien. Het zou prachtig zijn als ik mijn vak weer kon uitoefenen. Zeker nu de molen op initiatief van de gemeente Valkenswaard goed en kundig gerestaureerd is.
Thans is het weer een blikvanger voor Walter en Schaft geworden. Ik wens de gemeente met de Sint-Antonius afmolen heel veel succes toe. En ik ben ervan overtuigd dat de gemeenschap er heel veel plezier aan zal beleven. Het is nu de tijd om de molen officieel aan de gemeente over te dragen. Ik wil dat symboliseren door deze molensleutel aan uw burgemeester Bartels te overhandigen. En nogmaals heel veel succes met Sint-Antonius afmolen. De achterste brug staat sinds de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw bekend als de oudst bewoonde buurt van Borkel. Hier liep ook de weg die de postkoets van Breda naar Maastricht aflegde. De postkoets vervoerde behalve post ook mensen die moesten reizen. Een van hen was de graaf van Loon uit België. Volgens de verhalen stak de graaf hier de Dommel over en markeerde deze plaats met een steen. De steen die zijn naam draagt is er nog en er gaan meerdere verhalen over. Dries Smets vertelt er één van. En die wordt genoemd de Graaf van Loon. Hij is in de Vierde Eerste Wereldoorlog was hij gebruikt als grenssteen tussen België en Nederland. En de Belgische boeren die hadden de gewoonte ervan om ieder jaar of over anders jaar 100 meter op het Nederlandse te brengen, dan was dat Belgisch gebied. Maar de Hollandse boeren die leiden dan toch weer 100 meter terug op het Belgisch gebied. En zo is die, heet de naam van Graaf van Loon. Waar die vandaan komt, dat weet ik zelf ook niet. Maar de Graaf van Loon is bekend erom dat die steeds door de boeren werd verlegd en dat dan die grond eigendom was van dan Nederland en dan België. Deze achtkantige schoorsteen vormde door de eeuwen heen een herkenningspunt voor de postkoetsreiziger. De boerderij met de markante schoorsteen dateert uit 1743 en werd door Teute gebouwd. De eerder genoemde graaf van Loon logeerde hier in deze boerderij als hij uit het Luikse kwam. De boerderij werd gebruikt als café en posthut. Volgens gegevens hebben in de boerderij vroeger zogenaamde haarteuten gewoond. Zij waren de voorvaderen van de familie Aarts. Jan Aarts woonde met zijn gezin als laatste van de Aartsen in de boerderij. Deze foto toont Jan met zijn gezin nadat hij weduwnaar was geworden. Tijdens de opname van deze film was Marie Aarts het enige nog in leven zijnde gezinslid. Als we, nadat we zoals de graaf van Loon deed, uitgerust hadden in de boerderij bij de achterste brug en we zouden weer in de postkoets stappen, zouden we over deze onverharde weg rijden, vroeger Antwerpse baan genoemd, en ons nog in de 18e eeuw wanen. Een eindje verder zullen we de school vinden. Al in 1799 was er in Borkel een school, opgetrokken uit leem. In 1826 werd ze vervangen door een stenen gebouw. Toen in 1916 deze weer werd vervangen, was het hele gemeentebestuur aanwezig bij de eerste steenlegging. Het werd een school met 3 klassen en een gymzaal. In 1929 kwam er een 4e klas bij. In 1985 werd ook deze school afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
De leerlingen van de Sint-Jozefschool verhuisden naar het gebouw achter de kleuterschool. Op 1 augustus 1985 ging de Sint-Jozefschool op in één schoolgemeenschap onder de nieuwe naam Basisschool Sint-Servatius. Op de plaats van de oude school staan nu nieuwe huizen. Het plein is naar de oude school genoemd. Onze weg vervolgend komen we langs de oude winkel van Bots. Borkel ontkwam niet aan de moderne tijd en de eerste supermarkt van de familie Bos verscheen. Ook kreeg het dorp zijn eigen vestiging van de bank, zodat de inwoners hun zaken in hun eigen dorp konden regelen. Tot in 1947 was de Dorpstraat nog een zandweg en veel vroeger reed ook over deze weg de postkoets. Hier komen we voorbij het geboortehuis van Monseigneur Kuipers. Hij werd hier geboren in 1899. Na zijn priesterwijding bracht hij het tot apostolisch vicaris van Suriname, waarheen hij in 1926 was vertrokken. Hij overleed na 40 jaren priesterschap op 5 juli 1986. Borkel en Schaft erkent hem en zijn bijzondere priesterschap in het Monseigneur Kuipersplein in de kern van het dorp. Aan dit plein ook Café de Zwaan. Jana Jonkers en Janus Jansen zijn de eerste uitbaters van het café. Het café naast de kerk is al zeer oud en stamt naar schatting van rond 1880. Het huidige café is uiteraard aangepast aan de moderne tijd. Naast de Zwaan stond het gemeentehuis. Toen burgemeester Van Hout het te klein vond worden, werd de openbare school als zodanig gebruikt. Later werd een derde gemeentehuis gebouwd. Het zou tot 1934, toen Dommelen en Borkel en Schaft bij Groot Valkenswaard werden gevoegd, dienst doen. Het is het huidige pand nummer 51, van buiten nog in zijn oorspronkelijke staat. Het witgele kruisgebouw staat op de plaats waar vroeger Driekske Jansen met zijn familie woonde. Driekske Jansen was de veldwachter van het dorp. Zijn vrouw, Moeke Jansen, bracht 12 kinderen ter wereld, maar werkte daarnaast nog 30 jaar als baakster. Ze ontving hiervoor de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. We gaan terug naar de scheidingslijn De Brug en zien de boerderij van Piet van der Heijden. Ook hier kwam in vroeger tijd de postkoets langs. In de boerderij uit 1840 woonde Piet met zijn vrouw en 16 kinderen. Piet werkte jarenlang op de Achelse Kluis om zijn gezin te onderhouden. In zijn vrije tijd voetbalde hij graag. En zijn grootste wens, een eigen voetbalteam, kon door zijn vele kinderen in vervulling gaan. Op 26 oktober 1911 werd burgemeester Baken geïnstalleerd. Van 1911 tot en met 1934 werd Borkel en Schaft door hem bestuurd. Tijdens zijn burgemeesterschap werden beide dorpen in 1931 op het lichtnet aangesloten. In 1934, toen beide dorpen, evenals Dommelen bij Valkenswaard, werden ingelijfd, kwam aan zijn burgemeesterschap een einde. Samen met zijn gezin woonde hij in Borkel. Hij woonde en werkte vanuit de statige villa in het dorp. Hier ook groeide zijn zoon Jan op, die gedurende 50 jaren priester was. Zijn laatste heilige mis op 77-jarige leeftijd droeg hij in 1995 samen met pastoor Vollenberg op in zijn geboortedorp.
Ook zijn afscheidsreceptie werd in zijn eigen dorp gevierd. Weekend zonder speciale naam. We vieren het feest van Maria ten hemelopneming. En we vieren een gouden priester. Collega, ambtsbroeder, welkom. Familie, vrienden, welkom. We gaan de brug over richting Schaft. In vroeger jaren stak hier de postkoets de Dommel over. Hier vinden we van oudsher houtindustrie Smolders. Oprichter Chris Smolders begon rond 1800 op dezelfde plaats waar nu de werkplaats is zijn bedrijf. Hij had toen al diverse mensen in dienst. Een van de eerste foto's van het bedrijf toont ons Driek Smolders, Thijs Jansen, Janneke Aarts, Jan Smolders en Peer van de Dungen. De naam van de man met het kind is onbekend. Onder leiding van de kinderen Smolders is het bedrijf uitgegroeid tot een moderne houtbewerkingsindustrie. Als we de Dorpstraat vervolgen, zouden we hier bij dit huis de hoefijzers van het paard kunnen laten vernieuwen. Hier immers woonde rond 1915 de smid, Willem Lemmes. Tegenwoordig staat op de fundamenten van het oude pand van Willem de moderne winkel in huishoudelijke artikelen en fietsen van Verspeek. Als we verder gaan, vinden we het huis dat timmerman Jan Smolders voor zichzelf bouwde. In 1894 werd echter Bartel Jonkers er eigenaar van en begon er een winkel en café in. Het ondernemen zat in het bloed, want zijn zoon Hendrik Jonkers begon in deze werkplaats in 1910 een reparatiebedrijf voor fietsen en naaimachines. De latere grondlegger van de EMA kocht in 1919 zijn eerste bus, een Adler. Voor die tijd een zeer modern en luxe vervoermiddel. Hij begon hiermee een pendeldienst tussen Luiksgestel en Valkenswaard. Toen ook verhuisde hij naar Valkenswaard, waar hij de EMA-garage begon en in 1922 het Ford-dealerschap verwierf. In 1987 kwam er een eind aan Jonkers EMA, want toen werd het bedrijf voortgezet door de BBA. De oude bomen die voor het pand staan dat Frans Rotans in 1928 kocht van Bartel Jonkers zijn behouden. Het huis uit 1871 is door de huidige bewoner, weer een Frans Rotans, aan de moderne tijd aangepast. Nu vinden we er een bloeiend loonwerkersbedrijf, opgericht door zoon chef Rotans.
Naast de ingang van de Schafterekker stond het café van Thijs Jansen Govers. Thijs Jansen, in de volksmond Thijs den Dekker genoemd, werkte op de boterfabriek. Zijn vrouw Marie dreef het café. Een borrel kostte er 5 cent. In het café was een liederentafel thuis die zelfs de Meijerijse Courant haalde met de opvoering van het stuk Advocaat, Boer en Duivel. Later hebben ze deze boerderij gekocht. De huidige bewoner is Gracht Jansen, die met iets modernere middelen zijn aardappelen sorteert. Tegenover het café van Jansen Govers stond de boerderij van Chef Volon. Chef was van Belgische afkomst en betrok in 1903 de boerderij. Hij was gehuwd met Dina Amting. De boerderijen van Jansen en Volon vormden in vroegere jaren de kern van het dorp. Hier vonden we dan ook de jaarlijkse kermis. Tegenwoordig wordt het pand bewoond door de familie Stupers Volon. Reeds in 1746 reed hier de postkoets vanaf Stratum via Lederstrijp naar Achel en zorgde hier voor meer vertier. Ook de teuten brachten leven in de brouwerij. Zij handelden veelal in het buitenland in mensen- en varkenshaar. Schaft had veel teuten onder zijn bevolking. Deze teutenboerderij is nog eigendom geweest van burgemeester Baken, wiens vrouw uit een teutenfamilie afkomstig was. Later kocht Janus van Dongen de boerderij. Hij was getrouwd met Marie Pas en werd vanwege zijn gulle lach de vrolijke Brabander genoemd. Een eindje verderop vinden we de boerderij uit 1771 die nagenoeg altijd door de familie Quinte is bewoond. Vroeger diende ze als schapenboerderij. Vervolgens zou de postkoets ons gebracht hebben bij Doris Baken. In 1894 begon Doris op deze plaats een bedrijfje nadat hij als timmerman bij de eerder genoemde fabriek van Smolders had gewerkt. Nadat in 1927 zoon Jan Baken in het bedrijf kwam, wist deze met zijn goede kijk op zaken een bedrijf op te bouwen dat is uitgegroeid tot een volwaardige timmerfabriek. We rijden verder en passeren het huis van Frans Ven. Het brandde in 1929 af, maar werd herbouwd op dezelfde plaats aan de Dorpstraat. Alle 13 kinderen uit deze familie werden hier geboren. Deze 4 zusters Ven wonen alle 4 nog in Borkel en tellen met hun 4 314 jaar. Deze uit 1778 stammende boerderij wordt nog steeds bewoond door een lid van de familie Baken die de boerderij bouwde. Via de Dorpstraat komen we langs de boerderij AVW. De boerderij is gebouwd rond 1700 door de teutenfamilie Heuvels. Een van de dochters Heuvels zou later trouwen met burgemeester Baken, waarvan we eerder vertelden dat hij beide dorpen van 1912 tot 1934 bestuurde. De boerderij is nagenoeg intact gebleven. De letters AVW staan voor Adam Verweijen, een van de laatste bewoners. De bocht richting Dommelvallei brengt ons langs pannenkoekhuis De Malle Jan. Vroeger cafébakkerij Poos. Ook kolen kon je er krijgen, want de bewoner Poos had er tevens een kolenhandel. Richting Kleinschaft passeren we de boerderij van Piet Geldens.
En als we het Poters Eind oprijden, wanen we ons echt weer in de vorige eeuw. Hier is het zandpad waarover de postkoets reed nog zoals toen. En op nummer 7 zou je zo verwachten dat Pirke Verweijen uit de deur van zijn boerderij zou stappen. Hij woonde daar met zijn vrouw Drika en ze kregen er 7 kinderen. Een van die 7 was Jantje, op de foto uiterst links. Tijdens de opname van deze film was Jantje nog in leven. Kort hierna is hij gestorven. Hij werd evenals zijn vader 92 jaar. We gaan terug richting Schafterdijk. Via de boerderij van Sprengers, die altijd in deze familie gebleven is en er altijd zijn blijven boeren. Langs de boerderij van Agnes Bol. Dit alles gelegen in de prachtige Dommelvallei, waarnaar ook de camping genoemd is die er tegenwoordig ligt. Zo reed de postkoets hier zijn route. Tot in 1922 de post niet meer bezorgd werd door de postkoets, maar de taak werd toevertrouwd aan dit nieuwe vervoermiddel van de firma Jonkers. Voor de postmeester betekende dit het einde van een kwart eeuw postkoetsdienst. Zo zag de Dorpstraat eruit voor 1934. Een zandweg door het dorp. In 1947 werd ze verhard. De Luikerweg werd in 1894 al harde weg. Ook de oorlog 1940-45 ging aan Borkel en Schaft niet ongemerkt voorbij. Op 11 september 1944 werden er Amerikaanse gevechtswagens op de Luikerweg gesignaleerd. Marines de Brouwer, die aan de Luikerweg woonde, was de eerste die ze zag. Hij lichtte een aantal andere mensen in, waaronder pastoor Gooiaert, die deze foto's van de voertuigen maakte. De Amerikaanse verkenningswagens, die de opdracht hadden de Victoriebrug te bekijken om te zien of er eventueel tanks over konden, reden tot aan het toenmalig café Rustoord. Het café werd toentertijd bestierd door het echtpaar Fons en Mina van Steenbergen. Natuurlijk ging de bevrijding niet zonder slag of stoot voorbij. 15 boerderijen werden in de oorlog vernield. Op 17 september 1944 moest het huis van bakker Gerrit Aarts het ontgelden. In het huis woonden toen Gerrit en Betje met hun 10 kinderen. Ze waren hier een bakkerij-annex-winkel-café begonnen. Zoon Leo heeft nog lang het bedrijf van zijn ouders voortgezet. Hij heeft als laatste bakker de beide dorpen van brood en kruidenierswaren voorzien vanuit het oude boterfabriekje wat zijn vader na de oorlog betrokken had. De vele doden die er in dit gebied tijdens de oorlog waren gevallen, werden provisorisch begraven op een kerkhof even voorbij het café van Steenbergen. Elk graf werd voorzien van een houten kruis met daarop de gegevens van de omgekomenen. In 1951 wordt er met de aanleg van een nieuw kerkhof begonnen. De stoffelijke resten van de doden worden opgegraven en verplaatst en de houten kruizen worden vervangen door stenen zuilen. Zo vinden de 222 doden hier in Valkenswaard aan diezelfde Luikerweg hun laatste rustplaats. In 1995 wordt er bij de 50ste herdenking een monument onthuld nabij Café Het Witte Paard aan de Luikerweg. Borkel en Schaft vormt een grensgebied met België. Aan het eind van de Maastrichterweg en de Grensweg vinden we het oude douanekantoor. In 1959 werden de Belgische en Nederlandse douane samengevoegd. Het kantoor uit 1948 deed jaren dienst als douanegebouw. Toen grenzen open gingen, werd het gebouwtje overbodig en staat nu leeg en verlaten te wachten op wat komen gaat. Ook Schaft ligt tegen het Belgische aan.
Via Kleinschaft komen we op het grondgebied van België en vinden we de Achelse kluis. Na de Vrede van Münster, toen de Staten van Holland het de katholieken verbood kerkdiensten te houden, stichtte pastoor Tilmanus Tielens in 1656 een grenskapel op het grondgebied van Achel. Op diezelfde plaats zou later de Achelse kluis worden gesticht door Peter van Eenatte van de religieuze gemeenschap van broeders Eremieten. Heden ten dage wordt de abdij bewoond door de monniken Cisterciënzers van Sint Benedictus. We verlaten de voorste en de achterste brug en gaan via de Hoeverdijk richting het Mortelke. Een van de bewoners is Gerrit Goossens, geboren en getogen op de achterste brug. Het is een prachtig buitengebied. Het Mortelke is ook voor een groot deel een agrarisch gebied. Gerrit kan zijn moestuin nog met de hand bijhouden, maar zijn collega-boeren hebben grotere machines nodig om hun koren te maaien en het graan van het land te halen. Omdat het er zo prachtig is, wordt dit buitengebied veel bezocht door toeristen. Ondertussen zijn er campings verschenen in het gebied. Een ervan is die van Miesmone. De camping ligt aan het Kapellerpad, wat we al eerder in deze film tegenkwamen. Kamperen bij de boer is vooral bij mensen van buiten Brabant erg in trek. Ze genieten van het Brabantse land en de gastvrijheid. Campinghouder Miesmone ontvangt de bezoekers op zijn eigen spontane, gastvrije wijze. Mag je erop zitten? Ja, maar. Dat is vooral weg. Ja, druk. En druk op de week. Familie Schijven. Schijven bij de TD uit. Permanent. Oké, je bent vanmorgen van Groningen afgekomen. En hoe lang heb je. Onderweg geweest met drukte? Of? Nou, we zijn 9:30 vertrokken. Hebben bij kennis even nog een kop koffie gedronken. In de buurt van Arnhem hebben we een boterham gegeten. En met elkaar hebben we zo 4 uur gereden. En nu komt hij hier weer een paar dagen overnachten en dan gaan we door naar. Dan gaan we door naar het zuiden in België. Als je dan terugkomt, dan komt hij hier weer langs een bakje koffie drinken. En dan, ja, dan komt hij weer langs. Een paar dagen als we hem nou uitnodigen, dan doen we dat. Ja, dat zijn we deze dag. dus dan hebben we weer een paar klanten een paar dagen. Dus sowieso werkt dan weer een bak koffie hier. Ook vinden we er campinghoudster Annie Heijmans van Camping de Bosrand. Camping de Bosrand. Ik beheer die camping alleen. En de mensen hebben het hier best naar de zin in die bosrijke omgeving. En, want er komen wel mensen wel 3 keer per jaar terug. Dus hebben ze denk ik toch wel naar de zin. Jawel, ja. Deze kleine familiecamping, gelegen in een bosrijke omgeving, wordt veelal bezocht door toeristen die van de rust en de stilte willen genieten. Verderop vinden we camping de Dommelvallei. De beheerder van deze camping is Thomas Peters. Ook deze camping, gelegen in de prachtige Dommelvallei, is erg in trek vanwege zijn mooie ligging in het bosrijke buitengebied van Valkenswaard en de rust die ervan uitgaat.
Als we de stilte van de camping verlaten hebben en we weer het dorp inrijden, komen we langs het huis van de zusterkes van Tegelen. Deze religieuzen kwamen hier als ziekenverzorgsters en om in Borklandschaft een bewaarschool te openen. Ze bleven 10 jaar in het dorp. In 1946 werden ze ingehaald en in 1956 verlieten ze Borklandschaft weer. De grond die langs het huis lag werd aan het dorp geschonken om er later eventueel een school op te bouwen. In eerste instantie werd er een wit-gele kruisgebouw opgezet. Maar later werd het toch in gebruik genomen voor de kleine kinderen. Zij kunnen in het gebouw heerlijk spelen als voorbereiding op de echte school. Ook de welfareafdeling van het Rode Kruis is in dit gebouw gevestigd. Onder leiding van Maria Mens kunnen de oudere mensen uit het dorp hier handwerken. We zijn hier bij de paard in dit gebouw met oudere mensen om samen te handwerken. Het Rode Kruis stelt ons de materialen ter beschikking en die spulletjes die die mensen maken. Die handwerkers thuis en hier, die worden gekocht met de Pinkstermarkt en met de Kerstmarkt. Ik laat u hier een kleedje zien die een oudere dame gemaakt heeft. En daar hebben ze een kantje aan gehaakt, voorgehaakt en dat zetten we dan aan. En dan is dat kleedje klaar. Want daar moet ooit aan zijn. Het Rode Kruis is een van de verenigingen in Borklandschaft. Het dorp kent een rijk verenigingsleven. Omdat het te veel zou zijn om ze allemaal te vernoemen, lichten we er enkele voor u uit. Hier zien we bijvoorbeeld het bestuur van de Boerenbond bij haar 90-jarige bestaan in 1987. En de volksdansgroep van KVO, opgericht in 1931 en al meer dan 60 jaar oud. Een van de verenigingen is het KPJ, de Katholieke Plattelandsjongeren. De club werd opgericht in 1929. Sinds 1988 hebben ze een eigen clubhuis op het sportpark. Deze vier vrouwen, Ellie Maas, Jo Rotans, Ria Kuipers en Mia Smets, richtten in 1955 Jong Nederland op. Het doel was meisjes te helpen op weg naar volwassenheid. Een initiatief wat uit de Boerinnenbond was ontstaan. Het Gilde Sint Petrus Bande is thuis in Schaft. Het jaar 1781 wordt genoemd als oprichtingsjaar. In 1905 kreeg het gilde een nieuw vaandel. Dit werd ruim 35 jaar gedragen door de hier 90 jaar tellende Jantje Verweijen. Ik ben 35 jaar hoofdvaandel gehad. Ik ben 35 jaar gedragen en dat blijf ik houden zo lang als ik leef. En ik hoop nog 10, 20 jaar te leven. Elk jaar viert het gilde haar teerdagen. Dit feest begint op zondag met het bijwonen van de heilige mis, waarna ze in optocht vertrekken voor een gezellig samenzijn in het gildehuis. Sint Petrus Bande is thuis in Schaft op camping de Dommelvallei. Het gilde Sint-Sebastiaan is thuis in Borkel. Ter gelegenheid van de aanschaf van nieuwe kledij voor het gilde werd een heilige mis bijgewoond. In het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders uit Valkenswaard presenteerden zij hun nieuwe outfit.
Natuurlijk vond deze presentatie plaats in het centrum van het dorp op het Monseigneur Kuipersplein. Hoe oud het Gilde Sint-Sebastiaan precies is, valt moeilijk te zeggen. In ieder geval dateert een van de schilden van het Gilde uit 1767. Het Gilde stelt zich ten doel als christelijke broederschap de Gildegeest, dat wil zeggen de broederschap, vriendschap, burgerzin, vrijheidsliefde, eerbied voor het voorgeslacht en menselijke waardigheid te beleven en uit te dragen. Voor dit feest had Sint-Sebastiaan iets heel bijzonders op touw gezet. Ze hadden een hondenvereniging uitgenodigd die nog werkt met de hondenkar. Mijn naam is Jolanda Dunk. Ik ben lid van de Nederlandse Bernese Hondenvereniging. En in die groep is een groep enthousiastelingen begonnen met de hond voor de hondenkar. Omdat er in Zwitserland ook veel met die honden gewerkt wordt voor de hondenkar, heden te dagen nog, wilden we laten zien hoe het is om met de hond voor de hondenkar te werken. Daarvoor geven we demonstraties en vooral om te laten zien hoe leuk het is om te werken met je hond. Het is niet de bedoeling dat iedereen met de hond voor de kar gaat werken, maar onderneem wat met je hond, dan zie je dat hoe leuk ze het vinden om wat te doen met de honden. Omdat ze willen werken met de baas. Op initiatief van een paar Borkelse muziekliefhebbers, onder wie Dries Smets, Willem Lemmens en meester Goevaars, werd op 10 oktober 1920 fanfarekorps EMOS opgericht. De eerste dirigent was Lambert de Wit. Hij was van 1920 tot 1949 de bezielende leider van de fanfare. De eerder genoemde muziekliefhebbers hadden de noodzakelijke impulsen al gegeven. EMOS staat voor Eendracht maakt ons sterk. En op 23 november 1932 stond als punt op de agenda voorstel tot het bouwen van een kiosk. Na veel touwtrekken werd ze op 9 oktober 1955 middels de klanken van de fanfare geopend. In 1970 vierde EMOS haar 50-jarig bestaan. Hier zien we een foto die gemaakt is van het bestuur ter gelegenheid van die mijlpaal. 25 jaar later werd deze foto gemaakt van het toenmalige bestuur. Het 75-jarig bestaan werd groots gevierd met een uitvoering door de fanfare zelf. Schaft kende in de oudheid al een jaarlijkse kermis. De zogenaamde teutenkermis werd hier gevierd. Ze bestond uit een kop van jut en twee kramen en werd aangekondigd door de tamboer die 's avonds na alle borrels per kruiwagen werd thuisgebracht. Het Monseigneur Kuipersplein, we vertelden het al eerder, is het middelpunt van het dorp. Hier vindt dan ook tegenwoordig de jaarlijkse kermis plaats. Bestond deze vroeger, zoals gezegd, uit de kop van jut en twee kramen, nu is ze uitgebreid met tal van andere attracties. Dit jaarlijkse gebeuren heeft de Schafterkermis verdrongen en is uitgegroeid tot een gezellige Brabantse boerenkermis. Borkel en Schaft. Nog steeds vormt ze het grensgebied met België en nog steeds vormt ze voor een groot deel een agrarische gemeente. Maar het kerkdorp zoals het er nu is en tot de gemeente Groot-Valkenswaard behoort,
is gegroeid. Zoals ze reeds in de 15e eeuw vooruitliep met haar eigen kapel, zo ook vormden zich al vroeg de eerste industrieën in het dorp en verkreeg ze een goed vertegenwoordigd bedrijfsleven in industrie en op toeristisch gebied. Het rijke verenigingsleven is een goed voorbeeld hoe beide dorpen naar elkaar toe groeiden en stand hielden, ook in moeilijke tijden met mond- en klauwzeer en oorlog. Het kerkdorp Borklandschaft bestond vroeger uit twee aparte dorpen. De brug over de Dommel vormde de zichtbare scheiding tussen de beide dorpen. De brug over de Dommel vormt echter ook de zichtbare verbinding tussen de beide dorpen. En de loop van de Dommel is al die jaren niet veel veranderd. Nog altijd stroomt zij zoals ze al eeuwenlang stroomt. De herinneringen uit het verleden met zich meenemend, op weg naar een nog verborgen toekomst.